Yo guys, Gletsch hier met mijn eigen video en vandaag gaan we verder met Outlast 2. Vorige keer waren we hier gebleven met deze vrouw en ik was iets dichter bij deze vrouw aan het zien. En dat mens leeft gewoon nog, kijk. Dus, oh, nee. Dus dat is eigenlijk echt fucking rude. Maar dat maakt niet uit. Dat is wel erg voor haar, maar ik snap het. Ik ga gewoon deze kast hier voortduwen om duwen of terugduwen. Ja, voortduwen dus. Om verder te kunnen geraken. Ik hoop gewoon niet dat die Mongols mij nu achter mij aankomen. Ja, waarschijnlijk wel, man. Fuck is this? Ja. Oh boy. Wat voor mensen zijn dat, joh? Ook al die zwermen vliegen er ook altijd rond, je. Ja, daar moeten we niet in vallen, vriend. Ah, shit. Ja. Shit, ja. Shit. Muziek ook gewoon. Zo. Daar kun je een mooie foto van trekken. Hiervan, hè. Voilà. Dus dat is vrij fucked up, maar ook geen hoop meer voor die mensen, want... Die zijn al dood, denk ik. Dat hoop ik toch. En we zijn hier terug in Wereldoorlog 1, nu van de loopgraaf ofzo. Ah, we zijn terug boven. In saving. Oh, wat haat ik dat. Veilig? Oh, waarschijnlijk niet, man. You never know. Waarom vraag je dat het veilig is? Dit is een hoorspel, dit is Outlast 2, wat verwacht je? Ja, je gaat het wel super veilig maken, is toch logisch? He's in the house. Nee, dat is niet waar. Is het helemaal niet dat is? Nee, dat is ook niet waar. Oh oh, auw. Nee, dat is ook niet waar. Maar zit hier al heel veel te liegen over mij? Oh. Nee, ik heb mij nog niet vriend. Wel bijna, maar. Bijna is niet helemaal, hè. Nee, zit ik helemaal niet onder stress. Oh jongen, doe normaal. Oh, wat was dat? Kinderen gewoon door. Maakt niet uit. Oh oh. Oh oh. Waar hebben die eigenlijk tegen mij? Nou, dat is ook iets wat ik nooit ga snappen. Wat is er nu mis met mij? Oh, nee. Je hebt for real nooit iets misgedaan, hè? Eens wat het manneke wilt, is gewoon zijn vriendin terug. Geef die ook gewoon eens terug, dus niet lastig, en geef die gewoon terug. Die is ook maar gewoon verliefd, hè, ja. Ook in die chasing scene. Dat was echt de vaagste chasing scene ooit. Komt waarschijnlijk weer terug achter mij aan. Kijk, en die leeft nog. Ga mij nog een jumpscare geven? Oké, toch niet. Nou, wat wil ik dat open doen? Wat een mooie FPS heb ik ook weer al eens. Don't be afraid. You're going to heaven. Dus wees niet bang en je gaat naar de hemel. Voor de paar mensen die echt helemaal geen Engels kunnen, alsjeblieft. Ik ga wel niet naar buiten, ik ga gewoon naar hier. Ah, we zijn trouwens wel in de chapel. En doet die deur dicht. Oeps, teams staan nog open. Ja, te laat om het af te zetten. Mooie frigo. Ja. Wow, tech, ik ga naar buiten. Ja, ik heb geen andere keus. There's no pain in heaven. Poppy gave you life, and so your life is his. God gave you life, and so your life is his. You may not know that you are yourself the enemy. You fear is the tool of the enemy, God knows best. Nou, fair enough. Kom een beetje neer op mijn Discord server. Ik heb altijd gelijk, dat is waar. Ik heb altijd gelijk in mijn eigen server. Het is van mij, dus ik heb gelijk.
durft er direct af te schuiven, vriend. Je bent echt zo'n debiel, weet je hè? Ja, en dan moet mijn eigen nog eens healen, man, een debiel. En dan komen ze allemaal achter mij aan. Echt heel typisch. How do I get over there? Ja, goeie vraag. Vince. Ik kan hem daar. Just need something to stand on. Ja. Kan ik het voortrekken of zo? Want ik sta aan de kant voortduwen. Er ligt een briefje. Maar, oh, wat? Ah, zie ik, zei het toch? Ik ben echt gewoon niet slimme boy. Ah. Wait, is dat die dikke vrouw? Oh ja, dik. Dat is Karen. Nou, waar is Karen ineens? Ga wel naar hier. Ah, nevermind. Ga wel naar hier. Volgens mij loopt Karen hier rond. Want er zijn veel te veel hiding. En geef mij nog eens een batterij. Batteries worden ook helemaal niet meer gegund deze aflevering. What the fuck? Ah, hier is de chapel of zo. Kom ik hierin? Marie! Van de vorige aflevering. Oké. Oké. Dag Marie, hoeveel batterie heb ik nog? Oh, ik heb er nog 10 miljoen. Zo. Dat is ook heel duidelijk naar waar ik toe moet. Kan ik hierin? Nee. Nog een bandage, dat wel. Bandages worden dan wel weer gegund deze aflevering, maar niks anders. FPS wordt ook niet gegund deze aflevering. Godverdomme FPS. Iets zegt mij dat dit niet goed gaat komen als ik dit voortduw. Ja. Oh, hallo. Ik wist het, Karen, rot op. Springen. Oeh. Fucking hell. Help mij nu maar dat ding in. Waar is Karen eigenlijk? Karen, rot op. Je bent irritant. Je bent echt irritant. Oh. Auw. Oh, rot op. Kut mens. Dit is zo'n level van... Oh, ja. Huh? Oh, kom, we rijden hier. Ik wou Karen omver rijden. Ah, maar mijn toetsenbord. Ah, jongen. Autistisch mens. We gaan therapie zoeken ofzo. Kijk hè. Of nee, toch niet. Gun mij deze, alsjeblieft. Gun dit gewoon voor de aflevering. Gun dit, gun dit. Oeh. Ja. Nee. Rot op! Nice man. I don't know what the fuck your god wants from me, lady. Oh man. Mijn fucking hart, mate. En mijn FPS. Oh, daar is de chapel. Oh my, what the fuck, toen dat mens achter mij aan zat. Mijn hart.
Maar mijn zetknop is gebukt. Fucking irritant. Dat is niet de eerste keer dat ik dat heb. Kijk, ziet je, ik loop automatisch. Fucking nice. Oké, gefixt. Nee, wacht. Nu werkt mijn zetknop totaal niet meer. En... ah, wacht, ik snap hem. Oké, ik heb even mijn weg moeten lopen. Boeien, maak het uit. Oh man, ik ben zo fucking bang, joh. Maar het spel is eigenlijk helemaal niet zo eng. Ah ja, het is just gewoon een foto van iets trekken, hè. Ja, boeien, te laat. Wacht, sorry, maar zo kan ik echt niet leven. Oh, shit, man. Ik ben die vader. Ja. The father. I'm not anybody's father. I just killed me. You have to kill me. Nee. Oh, joh. Noth is coming back with Mary. He'll hurt her and I'll talk. If you kill me, he won't have reason to hurt her. Please. Oh, dood hij hoor. Ik heb het gevoel dat er iemand meekomt. Wauw, fucking kreng. Hij laat hier gewoon leven, joh. Fucking Blake. Kan ik me hierin verstoppen? Ik zie niks. Ja, er is iemand anders binnen. We found her, time to flee amongst the not. Not the actions of a woman unburdened by an immaculate conscience. Mary. Oh, God. Oh fucking hell. Answer your yoke. Oh shit. He can't see you. It's me, Josiah. Please, tell him I don't... Let her go. Oh, God, Mary, I'm sorry. I didn't want... God hates vanity. So do I. Oh, boy. The outsider woman has this world's destruction in her womb. But Val and his apostate stole away the unborn enemy. Ah, ik kan zo zien. The father has escaped. She will bear her filthy... Oh, wow, dat wist ik niet eens. We have only these few hours to find her and kill her. Maar waar is and not? Save this paradise from hell everlasting. Where is she? Wie is where that? Did Val take her? I can't. This is for you, Josiah. Ah, hier is not. Maar is zo verwarrend. Oh nee, oh dat is zoiets. The womb that harbors the Antichrist. No. 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 Say that then, go on. Oh boy, fucking hell, mate. Will I kijken? Will I fucking kijken? Dit is echt al fuck. Dat is gewoon Cibra lookalike, man. Waarom staat hij ervoor? Je verpest wel een beetje, mate. The mines of the mountain. Val has her in the mines. You'll never get. Volgens mij is Val die ultra lesbian. Hier heb ik wel een lekker FPS, though. Oh. Dat heb ik juist gemist. Ik mis al het beste, dat is het ergste. Oh, nee. Oh, pfff. Dat kan ik niet tegen, zoiets.
Dat is fucking pijnlijk, mate. Mites? Where the fuck are the mites? Oh, this is fucking rude. See that? Ja, film dan maar eens, man. Kijk, die man. Fucking erg. Jij denkt toch niet dat ik hieruit wil? Ah, zo'n biechtkotje. Ah ja, wee. Nee, maar het zal wel gesaved zijn, zeker. Oké, maar ik ga het laten voor deze keer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het leuk. Ik hoop gewoon dat je niet te veel merkt van de harde FPS drops. Dat zou echt wel heel jammer zijn, maar anders knip ik het er gewoon uit. Of als je vindt dat ik er te veel over zaag, dan mocht je het ook zeggen. Maar ik vond het, to be honest, echt fucked up wat er net is gebeurd. Holy shit, ik snap ook gewoon niet. Ah, maar volgens mij snap ik omdat Blake hem niet heeft vermoord. Want ja, ten eerste, waarom zou hoofdpersonage iemand vermoorden? En ten tweede, dan zou hij er nooit achter komen waar ze zijn vrouw hebben gedaan. Dus we gaan naar de mines. Ik heb daar geen goed gevoel over. Mines in horrorgames, dat is even erg als helikopters in horrorgames. Daar loopt alles mis. Maar we zullen zien. Ik ga deze video afsluiten. Dus vond je deze video leuk van Outlast 2? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer je de volgende keer. En de volgende keer meer Outlast 2. En ik zeg ciao.